Welkom bij alweer de zesde Safety Lawine Update van WePowder in samenwerking met het Snow Safety Center. We hebben weer een mooi verhaaltje voor jullie samengesteld. En wat gaan we bekijken? We hebben de afgelopen week best wat ongevallen gezien, vooral in Frankrijk, maar niet uitsluitend in Frankrijk. En daar zijn gelukkig wel vrij relatief weinig slachtoffers gevallen, dus dat is dan weer het goede nieuws bij het slechte nieuws. En uiteraard maken we ons traditionele rondje door de Alpen. Wat zijn de lawinesituaties in de verschillende landen en in de verschillende delen van de landen? Ja, ik zei al, er zijn veel incidenten met lawines geweest deze week in Frankrijk en ook in verschillende delen van Frankrijk. Dit is misschien bekend terrein voor een aantal van jullie. Dit is de La Grave, het bekende bananencouloir vlak onder de Chancel-hut. En daar, dat is natuurlijk wel een plek waar je triepsnee kunt verwachten, maar het is ook een plek die heel veel afgedaald wordt en heel vaak staan de boekels er gewoon in. Maar nu was het dan toch even een behoorlijke hoeveelheid triepsnee was er ingewaaid en er was een skier die trapte dat los. Is gelukkig helemaal goed afgelopen. Hier een ander voorbeeld in de Mercantour. Dat is een gedeelte vrij ver naar het zuiden richting Barcelonet in Frankrijk. En deze mensen die skieden hier zo eigenlijk in dat soort couloir tussen de bomen, zou je kunnen zeggen. En van een groepje van drie trapte de tweede de plak los. En degene die in de plak terecht kwam, en dat was die tweede skier, die heeft onderweg wat bomen geraakt en raakte daardoor licht gewond. Gelukkig alleen maar licht gewond, want als er bomen in de weg staan, dan kan het al gauw heel vervelend worden. In de Aravis, dat is weer een gebergte, zeg maar, richting Flaine en omgeving. Een groepje van drie ook, alle drie meegesleurd bij de beklimming van een couloir. Losgetrapt door een andere skier, als ik het goed begrepen heb. Ze zijn ruim 100 hoogtemeters het couloir uitgesleurd. En wonder boven wonder, ook hier geen gewonden. Dat was heel erg anders in de Ubaix. Dat is weer een deel van Frankrijk, ver naar het zuiden, ook weer richting Barcelonet zou je kunnen zeggen. En daarbij is één persoon overleden helaas. Het was iemand die alleen onderweg was, maar de toedracht, wat er nou precies gebeurd is enzovoort, dat is nog onduidelijk. En er was een vraag uitgezet van, hey, als er mensen meer informatie hebben, dan horen we dat graag. En dan weer bekend terrein voor zeer velen van jullie, verwacht ik, namelijk Val Thorens. En wel de achterkant van Val Thorens, Orel. En daar is iemand zwaar gewond geraakt. Is een seizoenswerker die seizoenswerk doet in Lemmenuieren. En die een dagje erop uit was. En het ongeval gebeurde hier. En dit is eigenlijk wat wij noemen de vierde vallei. De kant van. Ja, de Orelkant eigenlijk. Hier zie je de Grand Fond gondel bovenkomen. Hier is de stoeltjeslift van de Portet. En daarna zit dan weer zo'n dubbele, met dubbele kabels, gondelbaantje naar boven. En daar vlak naast in het steile terrein is iemand meegesleurd door een lawine. Die is slechts deels bedolven geraakt. Het was slecht weer, er was niet veel zicht. En eigenlijk bij toeval is diegene ontdekt door een aantal pisteurs die gewoon een patrouillerondje deden door het gebied. En die persoon toevallig toen het net even opklaarde, zagen liggen in de sneeuw. Een helikopter kon niet komen vanwege het slechte zicht en het slechte weer. En er is uiteindelijk te voet een reddingsoperatie op gang gezet. En de figuur is in kwestie is naar het ziekenhuis gevlogen. Uiteindelijk. En zal waarschijnlijk doorgetransporteerd zijn naar Grenoble vanwege de ernst van de verwondingen. Een bekende plek voor velen van jullie. Maar natuurlijk, de lawine weet niet dat jij daar bekend bent. Nou, verder hadden we nog incidenten in de Écrins, weer een beetje in het zuiden van Frankrijk. In Les Arcs, in het Couloir Valdès. En in de Maurienne, bij de Mont Charvin, om er maar een aantal te noemen. Er waren er meer. En de Pyreneeën laat ik nog buiten beschouwing. Maar er is veel incidenten in Frankrijk afgelopen week. Dat was echt opvallend.
In Zuid-Tirol, Italië, was ook een verslag van een ongeval, wat ook goed afliep, gelukkig. Skigebied Ratsings. Twee jonge jongens. Er trapt een kleine lawine los, lawine grootte 1. Dat is in principe verwacht je daar niet zoveel problemen mee. Een lawine grootte 1 wil zeggen dat de lawine niet groot genoeg is om je te bedelven, tenzij in combinatie met een terrain trap. Maar een van beiden kan toch met zijn hoofd naar beneden onder de sneeuw te liggen. Dus in principe kan dat dan levensbedreigend zijn. Maar door snel ingrijpen is dat toch goed gekomen. Het is niet helemaal duidelijk of er helemaal geen verwondingen bij zijn komen kijken. Maar in principe is het goed afgelopen. Zeker geen levensbedreigende toestanden of hele zware verwondingen. Dat is in ieder geval duidelijk. En ze hebben de dag na dit incident een profiel gegraven op de Staller Alm, zoals het heet. En hier zie je dat profiel. En wat meteen opvalt, is natuurlijk dat de testen diverse resultaten gaven. En vooral deze onderste testen waren resultaten die te denken gaven. En dat heeft alles te maken, dat zijn hier die zachte plekken tussen hardere plekken in. Dit zijn nog smeltkorsten of korsten waar water in aanwezig is. Hierbovenop ligt verse triepsnee. En dat is dus hele gebonden sneeuw. En die gebonden sneeuw is ergens op een van deze twee zwakke lagen gebroken. En het deel dat gebroken is, dat zie je hier. Het plak, nou, de plak is heel duidelijk. Je ziet ook duidelijk dat die triepsnee, hoe gebonden dat is echt één geheel. Je kunt het gewoon optillen en vastpakken. En hier zie je de afscheur, de kroon, de afscheurrand, de kroon, zoals ze dat noemen, van die plak. En je ziet een typische triepsnee kroon, waarbij het hier echt heel hoog is, 1,40 meter. En naar de zijkanten toe, lensvormig noemen we dat, wordt de plak weer een stuk dunner. Goed, hoogste tijd voor ons rondje door de Alpen. Zoals je al ziet aan het beeld, is het een relatief rustige periode. Lawinegevaar 2 in grote delen van de Alpen, in Oostenrijk en Italië ook veel lawinegevaar 1, weliswaar in de lagere gedeeltes. Als we beginnen een beetje in het oosten, het Salzburgerland, voornamelijk triepsnee te maken, uiteraard nog wat glijdsneelawines onder in het gebied. Het is een lawine 2 situatie voor het allergrootste gedeelte. Gaan we dan iets naar het westen, komen we terecht in Tirol. Ook daar een triepsneeprobleem boven de boomgrens, lawinegevaar 2. Verse en oudere triepsnee veroorzaken de problemen en dat zijn de plakken die je loskomt. Schuiven we dan nog wat verder op naar het westen, dan komen we in Zwitserland aan. En in Zwitserland steekt een oude bekende de kop op, namelijk het oud-sneeuwprobleem, het alt-sneeuwprobleem. En dat is ook het enige probleem. En datzelfde geldt voor langs de Alpenhoofd, kan men eigenlijk overal in Zwitserland, in grote delen van Zwitserland, met uitzondering van het uiterste oosten, rondom kloosters en dergelijke, zie je overal het alt-sneeuwprobleem de kop opsteken. En datzelfde zien we ook, die trend zet zich ook door, nog verder naar het westen in Frankrijk. Het Mont Blanc-massief hier zien we ook weer een alt-sneeuwprobleem en wat glijdsneeuwlawines lager op de berg. En wat opvalt, heel typisch, is dat er geen hoogtegrens wordt aangegeven. Alle exposities zijn betroffen. En ze waarschuwen voor het feit dat de plakken heel slecht te herkennen zijn en dat ze willekeurig lijken los te breken. Dus ze zijn erg verrassend. Ze komen niet veel voor, maar op de meest onverwachte momenten komen ze wel voor. En dan kunnen ze ook een redelijke omvang bereiken vanwege die dieper liggende zwakke lagen. Hier weer een stukje verderop richting de Vanoise. En dit is rondom Val Thorens bijvoorbeeld, de Trois Vallées en dergelijke liggen in die regio. Ook geen hoogtegrens, maar het probleem is triepsnee. En we zien hier dat het altsneeprobleem niet meer benoemd wordt, wel nog weer die glijdsneelawines. Vooral triepsnee, het zijn kleinere lawines waar ze voor waarschuwen, maar boven de 2000 meter.
wordt verteld dat een dikkere kroon en dus grotere lawines mogelijk zijn, omdat daar toch zwakke lagen, dieper liggende zwakke lagen in het sneeuwdek zitten. Dus het wordt niet vermeld in de pictogrammen, maar in de tekst staat wel degelijk dat ook hier dieper liggende zwakke lagen actief kunnen zijn. En daardoor krijg je dan veel dikkere plakken en dus grotere lawines. In de Tarentaise, het gebied van Tignes, Les Arcs, Val d'Isère enzovoort, Sainte-Foy, daar is de situatie eigenlijk vrijwel identiek. Schuiven we dan door naar de Zuidalpen, dan zien we al dat een groot deel van de Zuidalpen wel een wat kritiekere situatie hebben, namelijk een lawinegevaar 3. En als we dan kijken in de Kera bijvoorbeeld, dan zien we dat het probleem is een combinatie van triepsnee en een altsneeprobleem. Door de wind verblazen sneeuw en een oud sneeuwprobleem, dus een dieper liggende, hardnekkige, zwakke laag. Door die dieper liggende, hardnekkige, zwakke lagen zijn boven de 2200 meter dikkere plakken mogelijk. Die plakken zijn weliswaar moeilijk los te trappen, maar als je een zwakke plek raakt, dan krijg je een grote breukvoortplanting en dus een groot volume in de lawines. Typisch voor dit soort situaties is oppassen, overgangen, veel maar weinig sneeuw of plekken waar ondergemiddeld veel sneeuw ligt, waar weinig sneeuw ligt. Italië, het Aostadal, redelijk vergelijkbaar met in die zin dat er een triepsneeprobleem is boven de 2300 meter, dus best wel eens hoog op de berg, maar er is ook nog wat verse sneeuw in de aanbieding. En dat geldt dan eigenlijk voor alle hoogtes en de verse sneeuw en de triepsnee. Triepsnee is het belangrijkste probleem. Verse sneeuw een beetje een ondergesneeuwde rol en dat zal naar de achtergrond verdwijnen. Ze verwachten wel dat het lawinegevaar weinig verandert naar dit weekend toe. Nog iets verder naar het oosten weer terug, dan komen we bij de Walliser Alpen en daar zien we weer het altsneeprobleem de kop opsteken. Triepsnee is het dominante probleem, maar er is een onderliggend altsneeprobleem en dat kan zorgen voor grotere, maar in ieder geval wat dikkere plekken. En ja, daar komt dus de eerste mooie dag na een periode van wat truttig weer aanzetten en daar waarschuwen ze voor. De eerste mooie dag na een periode van neerslag en slecht weer is een ongevalsdag. Nou, dat was het dan voor deze week. Ik dank jullie weer voor de aandacht. Tot de volgende week en vooral voor iedereen die op stap gaat, voor iedereen die in de bergen zit, be safe. Tot ziens.